Emmanuel Macron is maar verkozen door een klein deel van de Franse bevolking, want meer dan 50% zijn niet gaan stemmen. En van die 44% die gaan stemmen zijn, heeft hij 30% stemmen gekregen. 30% van 44%. U kunt zelf uitrekenen. Dat is geen meerderheid. Maar hij is president van Frankrijk. Het is te zeggen, hij is de gauwleiter van de gauw Frankrijk onder orders van de Duitsers. Hij doet wat Merkel hem zegt. Hij doet wat de Bilderberggroep hem zegt. Hij is daar geconvoqueerd en die hebben hem gezegd wat hij moest doen. Daar zat Jacques Attali bij om te zeggen welke personage dat is. Dat was de man die achter Chirac stond, maar dat was ook de man die achter Mitterrand stond. Dat was de man die ook sympathie had voor Sarkozy, alhoewel minder. En dat is de man nu die al jaren geleden gezegd heeft, toen niemand Emmanuel Macron kende, dat is de volgende president zijn. Dat moet de volgende president zijn. Het is de Bilderberggroep die dat beslist heeft. Het is ook de Bilderberggroep die op het ogenblik dat François Fillon zijn kandidatuur stelde, dat hij genekt heeft. Want François Fillon die maakte alle kans om Franse president te worden. Maar die hadden ze niet zo goed in de hand, want François Fillon is wel een ultraliberaal, zoals de Bilderberggroep, maar Fillon is een overtuigd katholiek. En de Bilderberggroep zijn eigenlijk, ik zal niet zeggen vrijzinnige, maar vrijmetselaars. Vrijmetselaars stellen eigenlijk het intellectuele boven het religieuze.